Het Centraal Bureau voor Burgerzaken hoopt in de komende weken alles gereed te hebben voor de verkiezingen. Dit zegt Dennis Menzo, hij is directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Hij geeft aan dat er twee zaken spelen voor het halen van de deadline. Er zijn bijkans 20.000 EID-kaarten af die opgehaald moeten worden. En er is nog een grote groep burgers die nog een EID-kaart moeten maken. Mensen werden gebeld en ze kwamen hun kaarten niet ophalen. Twee, er moet een groep die nog moest worden gemaakt. 2000, ik weet niet, het exacte aantal weet ik niet. Die moesten komen om hun ID-kaart te maken. Maar er was een enorm gat van dit afgehaalde ID-kaarten. En wanneer men bij de verkiezingen, zoals ik ergens heb gelezen, zou men ook gebruik kunnen maken of gaat men gebruik maken. Want het heeft te maken met een correcte ID bij de verkiezingen. Je paspoort, je rijbewijs en hoe het weer vervallen. Dat wil niet zeggen, niet, geen geldige ID-kaarten. Ze vervallen ID-kaart. Dat wil zeggen, die ID-kaart is nog steeds geldig, maar de duur is verlopen omdat we na een tijdje, en met de wordt het verder aangemaakt, is een bepaalde levensduur. Maar is nog geldig, je kan nog gebruik van maken om jezelf te identificeren. Dus dat gaat nog kunnen. En dan vragen men voor de nieuwe voters, die zijn er niet zoveel. Die zijn er niet zoveel. Dus dat zal eigenlijk geen belemmering zijn voor de komende verkiezingen. Menzo zegt dat wanneer de mensen hun EID-kaart afhalen, zij zich moeten legitimeren met hun vingerafdruk. De CBB-directeur geeft verder aan dat vanwege de COVID-19-situatie de werkwijze op de verschillende CBB-kantoren is aangepast. Wat we doen is een soort relatiesysteem dat ik niet met 30 of 20 mensen in één ruimte zit. Toch, waar sommige mensen thuis blijven. Daar heb je minder mensen. Nou, omdat er minder mensen zijn, dat wil zeggen, is de productie veel minder. Daardoor krijg je veel langere rijden. En ook is de duur waarbinnen we werken, van 8 tot 11, verkort. En daarom gaan we nu ook naar het systeem om langzamerhand weer de uren in te voeren. Maar binnen al het geheel hebben we toch gekeken hoe moeten we de dienstverlening naar de burgerij blijven behouden. Ja? Het gaat een beetje moeilijk, ook binnen, omdat het iets nieuws is. En veiligheid, dienstverlening, bescherming van gezondheid is een combinatie. Maar toch binnen het geheel voeren we het op. Het wordt straks iets later en we proberen efficiënter te zijn. Ja. Maar de middelen moeten ook aanwezig zijn om die dingen door te voeren. Dennis Menzo, hij is directeur van CBB. Hij sprak over de maatregelen die getroffen worden om gereed te zijn voor de komende verkiezingen.